Ja, dit is Bitcoin Journaal nummer 26 met uh, Robin Heester en Wessel Simons. We beginnen gelijk, Robin, met een onderzoek van Bitmax. Bitmax is natuurlijk bekend als een, uh, ja, een optiebeurs of derivatenbeurs, moet ik zeggen. Uh, ze hebben gekeken naar uh, uh, ja, miljoenen transacties op het Bitcoin netwerk. En uh, daaruit blijkt dat uh, 70% van die Bitcoin-transacties al zeer exact uh, mogelijk uh, zijn: in de zin van op de Satoshi worden die ...afgerekend. Uh, ja. dat, is, dat is opmerkelijk. Hè? In, in het echte leven hebben wij de 1 eurocent... ...en de 2 eurocent... Uh, ...ingeleverd. Dat is nou eenmaal, dat was een nieuwe regel. Maar hier uh, in, de, in de bitcoin wereld... Uh, ...geldt dat nog niet. Nee, de, een bitcoin bestaat uit... ...100 miljoen satoshis. Dat is zeg maar het kleinste deel van een bitcoin. En ja, 70% van die transacties... Uh, ...van de laatste tijd... Die ...worden tot op de satoshi nauwkeurig betaald... Even, je zei miljoenen transacties. Het zijn 1,3 miljard transacties hebben ze in kaart gebracht. Ja, bizar. Dus Dat is nogal wat. <laughs> ja. En uh, ja, het komt er dus op neer dat, ieder, dat er betalingen steeds nauwkeuriger worden gedaan. Dus met steeds meer cijfers achter de comma, even simpel gezegd. En volgens Bitmax duidt dat erop dat we op het gebied van rekenenheid... wat Bitcoin uh, graag wil zijn, eigenlijk steeds verder uh, afkomt van die status. Omdat je. Ver achter de comma ook nauwkeurig aan het betalen ben. En het logisch gevolg daarvan is dat de discussie opleidt. van ja, moeten we niet gewoon in Satoshi gaan rekenen in plaats van in Bitcoin? Ja, ja, als je naar die grafiek kijkt, even een BitMEX, een supermooie grafiek trouwens, waarin uh, ja, zeg maar uh, het verschil tussen één Satoshi en 100.000 Bitcoin uh, zie je in één grafiek. Je ziet er, zeg maar, het percentage uh, één Satoshi-transacties, dus transacties op de Satoshi moet ik zeggen, die uh, dat, dat aandeel groeit inderdaad. Uh, is daar nou ook een verklaring voor? Nou ja, ik denk dat het onder andere te maken heeft met de betaalopties online op dit moment. Ja. Uh, die worden steeds nauwkeuriger. Je kunt steeds gemakkelijker in een toolje even een paar satosjes sturen. Uh, of dat nou is naar je favoriete uh, uh, podcaster of naar uh, een bedrijf waar je betalingen, waar je iets van koopt. Je ja. kunt steeds makkelijker je bitcoin versturen. En wat ook meespeelt, is dat je steeds meer mensen hebt die toch ook zuinig zijn op hun bitcoin. Kijk, je ziet ook in die grafiek heel duidelijk, uh, ja, rond de helft van 2011 ging eigenlijk pas uh, uh, het aantal hele nauwkeurige transacties omhoog. En dat komt ook gewoon omdat daarvoor was Bitcoin eigenlijk niets of nauwelijks wat waard, waardoor je gemakkelijk een Bitcoin over het netwerk stuurt natuurlijk. Ja. Nu is het zover dat je, tenminste als ik voor mezelf spreek, dat ik zoiets heb van, nou, elke Satoshi is er één, laten we gewoon uh, zo zuinig mogelijk zijn. <laughs> ja, ja. En Satoshi is ook eigenlijk ingeburgerd. Hè? Als, als zeg maar de, in ieder geval bij de, de, de groep Bitcoin is dus wel ingeburgerd als een eenheid. Je hebt, want je hebt verschillende soorten manieren om uh, uh, verschillende eenheden, moet ik zeggen. Hè? Dus uh, Satoshi is zeg maar uh, 100 miljoen Satoshi. Maar je hebt ook iets grotere eenheden hè? die nog onder de. Onder ja, je hebt ook MBTC. Precies. Uh, maar ja, die gebruikt eigenlijk, gebruik eigenlijk niemand meer. Dat was meer in de tussenfase van dat een Satoshi echt nog heel weinig waard was, denk ik. Ja. Je ja, zit nu ja. gewoon. Uh, kijk, een Satoshi is nog steeds maar een fractie van een eurocent hoor, daar niet van. Maar. Um, ah, ja, best, wat je ja. merkt, wat ik aan mezelf. Hmm. Uh, ik kijk wel meer naar Satoshis nu dan dat ik ooit deed. Waarom is en dat? En op het netwerk. Ja, omdat ik gewoon zuinig wil zijn op mijn Satoshis. Ik heb zoiets van. Uh, er zijn maar uh, 21 miljoen keer 100 miljoen Satoshis. <laughs> en uh, tenminste, die komen er in totaal. Ja. Dus uh, ik ben er graag zuinig op. En. Op het netwerk zie je dus dat de betalingen ook steeds uh, ja, beter worden afgerond, zeg maar, voor zo precies en exact mogelijk aantal. Ja, ja en ik, ik zei het scherend, maar hè, Europa heeft dan besloten, of volgens mij in Nederland of zo is het besloten dat besloten, dat die 1, 2 eurocenten, die moeten we dan zeg maar inleveren, hè, dus die leveren we eigenlijk in aan de kassa. Uh, ja. uh, weliswaar digitaal, maar het wordt natuurlijk allemaal afgerond. En dat in principe bij het Bitcoin-netwerk is daar natuurlijk gewoon een soort uh, ja, uh, protocolwijziging van nodig, toch? Dat, dat is eigenlijk dat niet, 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 uh, niet haalbaar. Nee. <laughs> dat gaat niet gebeuren. Kijk, het is natuurlijk ook dat zijn de fysieke eurocenten. Digitaal kun je natuurlijk wel gewoon nog steeds op de cent uh, betalen. Eens, eens inderdaad, inderdaad. Maar goed, uh, als we de Duitse bank mogen geloven, dan uh, hebben cashbetaling nog heel veel toekomst. Ja, uh, zijn ze onder dan. andere in het. Uh, in <laughs> het uh, maar goed, het was een opmerkelijk, uh, opmerkelijk rapport. Waar we nu niet heel diep op ingaan. Maar uh, in ieder geval de Duitse bank ziet nog genoeg uh, toekomst in uh, cashgeld. Uh, omdat, ja, zelfs als oppotmiddel, dat was ook een van de conclusies. En uh, ja. opmerkelijk trouwens omdat uh, Juist omdat Bitcoin zich steeds meer opwerpt als zijnde een safe haven, zeg maar, samen met goud. Eh, is toch een opmerkelijke conclusie van, van deze bank. Maar goed, dat tezijde. Uh, laten we even verder gaan, want we, er, waren nog meer, er was nog een ander onderzoek over uh, de onchain, uh, over Bitcoin-netwerken. Dat was van Glassnode en dat ging... Uh, ze hebben eigenlijk onderzocht hoeveel entiteiten uh, er zijn die Bitcoin hebben... Een uh, entiteit is eigenlijk een soort partij, kun je zeggen. Uh, hè, dus dat kan een exchange zijn of een individu. Um, en dat zijn er in totaal uh, 23 miljoen entiteiten. en die hebben in totaal 28 miljoen adressen. En ze hebben blijkbaar ook een methode gevonden om, uh, ja, om dat te categoriseren. omdat dat nog best wel een complex geheel is, hè, Robin? Nou, ze hebben waarschijnlijk meer. Uh... Ze hebben meer adressen. Het gaat om 28 miljoen entiteiten die Bitcoin bezitten. En op de een of andere manier met een bepaalde nee. methode heeft Glassnode. Nee, nee, het gaat oh, niet. Nee, het gaat om 28 miljoen uh, adressen. En het zijn 23 oh. miljoen entiteiten. Anyways. Ah, yes. Ja. Oké, okay, ik zie hem. Ja. Dus, uh, maar goed, dit, de, ze hebben dus gekeken. Uh, je hebt natuurlijk Bitcoin adressen zoals een, van een hot en een, een cold wallet van een, van een exchange. Uh, Naar nou, één wallet van exchange, dat is één adres. Die heeft natuurlijk uh, veel meer uh, bitcoin. Van, die heeft bitcoin van miljoenen gebruikers, bij wijze van. Uh, en je hebt natuurlijk, wij als persoon hebben ook meerdere bitcoin-adressen. Ja, dus het is. Ja. In, in die, en daar hebben ze wel een modus in gevonden dat ze er daar een, een totaal van hebben gemaakt. En dat zijn dus uh, ja, 23 miljoen. Uh, um, ...Bitcoiners die, uh, die zeg maar uh, Bitcoin hebben uiteraard. <laughs> uh, en dat, ja. is dat is groeiende, hè? dat is groeiende. Dus, um... Het wordt steeds verder verspreid op het netwerk, als ik het zo eens uh, bekijk. En ja, dat is ook uh, logisch, want het wordt ook gewoon steeds... Men ...steeds meer mensen lijken toch bezig te zijn met Bitcoin. En kijk, niet um, in de groepen waarvan we eerder in het eerder in 2017 zagen... ...dat die ook allemaal Bitcoin gingen kopen... Hmm. Maar er zijn gewoon steeds meer projecten aan de gang met Bitcoin. Of dat nou aan het bouwen is op Lightning, tot en met Bitcoin accepteren in je winkeltje. Uh, ja, er zijn steeds meer partijen die daarmee bezig zijn. Ja, ja ik, het vind het wel, ik vind het leuk. Netwerkeffecten. Ja. Wat zei je? Nou, het is eigenlijk een netwerkeffect in die zin. Dus Bitcoin heeft echt een netwerkeffect. In de ja. zin dat het zich steeds meer verspreidt via via... of dan nou via een bedrijf is of, of, of binnen, binnen groepen mensen, families, whatever. Uh, en dat, dat is in de eerste instantie natuurlijk vanuit een de investeringsperspectief, denk ik. Uh, uh, ja, het grootste gedeelte wel, ja. Ik denk niet dat er uh, 23 miljoen uh, hele actieve anarchisten rondlopen, nee. <laughs> nee, precies. Of developers. Um, dus ja, dat, dat, dat virale effect zit aan Bitcoin. En het is, het is zeg maar, ook het, de, me, de meest bekende uh, coin, eigenlijk, die er is. Uh, en uh, ja, dat, dat zien we terug in de markt. Dat zien we terug in de technologische ontwikkeling. Uh, en um, nou ja, goed. En, en dus, dus in die zin. Kun je misschien wel voorzichtig een parallel trekken met de internetwereld? Het is altijd heel lastig, natuurlijk, om daar een historisch precies vergelijk in te maken. Alleen, uh, nou, nogmaals, dat, 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 ook de Deutsche Bank in dat rapport geven ze aan dat we hebben nu ongeveer 50 miljoen uh, blockchain wallets, waaronder een groot deel Bitcoin Wallets. Zij verwachten ook dat het binnen, binnen, binnen een aantal jaren zeg maar, is gegroeid naar 200 miljoen. En nou ja, ze trekken een vergelijking met, uh, met e-mailadressen. En uh, en dat, dat ja, goed als ik terugdenk. Uh, in het begin had je een e-mailadres, je stuurde niet, niet nog niet zo heel veel mailtjes natuurlijk. Maar naarmate mm -hmm. meer mensen e-mailadressen hebben, ga je meer mailtjes sturen. En, en misschien is het zo ook wel met bitcoin transacties. Ja, of, misschien wel. Kijk, het is ook uh, als je helemaal als ik dan om me heen kijk, als je er helemaal een beetje mee bezig bent, dan. Als het kwartje valt, dan raak je er ook een beetje gewoon door geobsedeerd, in de zin van, dan wil je er meer van weten. En dat heeft Bitcoin gewoon heel erg over zich, ook omdat het gewoon goed werkt. Als je voor het eerst een Bitcoin-transactie doet en je ontvangt wat en je denkt van, hé, hey, dat was vet, er was geen bank of wat dan ook die daarmee te maken had. Dat is gewoon uh, leuk. En tegelijkertijd wat je zei over investeerders, natuurlijk is het grootste gedeelte daar gewoon mee bezig die Bitcoin heeft. Ja, precies. En dan heb je natuurlijk nog de gekkies, zeg maar, die ook een, echt een eigen nood wil hebben, uh, wil hebben en wil runnen, zeg maar. En, en daar ben ik nu persoonlijk ook wel mee bezig. En ik vind het wel, uh, ik moet hem nog opzetten. Maar dat, dat nou, is Hij je eigenlijk... zegt gekkies. Nou ja, het is de het is stap, gewoon... hè, dat is een volgende stap, ja. hè. Dat je feitelijk onderdeel bent van het netwerk. Dat is eigenlijk een soort volgende stap, uh, denk ik. Uh, en je eigen bitcoin kan controleren, hè. Je eigen boekhouding doen. In plaats van alsnog afhankelijk zijn van al die andere nodes die het voor jou doen. Dat is de aantrekkelijkheid uh, van een node. Ja, en ja. ja, dat is natuurlijk uh, voor een investeerder die gewoon even snel bitcoin wil kopen om wat geld te verdienen. Niet echt interessant. Maar zodra je je verdiept in het netwerk, dan is dat één, uh, leuk voor jezelf. En twee, het netwerk heeft wat aan. Ja, don't trust verify inderdaad. Yes. Um, nou, in ieder geval in een land als Zwitserland zijn ze alweer een stukje verder uh, qua adoptie, denk ik. Uh, dan in vergelijking met een aantal andere Europese landen, waaronder Nederland, namelijk uh, er is alweer een tweede stad in Zwitserland die bitcoin accepteert als uh, uh, betaalmiddel en zelfs als middel om gemeentelijke belastingen uh, af te tikken. Uh, ja. nee, sterker nog, er wordt, er, gewoon, er wordt gewoon een loket of eigenlijk een, een betaalkastje in het gemeentehuis. Waar je dan met je QR-code uh, je, uh, ja, je afvalheffing, et cetera, dat soort dingen kan aftikken. Nou ja, uh, interessant toch? Uh, wel echt, ja, blijkbaar is het ook een dorp met veel, uh, met veel bitcoiners. Maar, uh... Nou ja, misschien gewoon een progressieve uh, uh, politiek daar in de zin van dat ze zoiets hebben van nou. Dit ziet er leuk uit en de Zwitsers hebben natuurlijk er wel ervaring met uh, het allemaal net wat anders doen op, uh, op geld en goudgebied. Ja, nee, <laughs> daar nee, precies, precies. zijn ze groot mee geworden met die Zwitserse banken en zo natuurlijk. Naar ja, de, de, ja, de burgemeester zei, uh, even kijken, de burgemeester van dit dorpje, uh, bekend om de Matterhorn, Romy Binner-Hauser, die zei inderdaad van, uh, we krijgen gewoon heel veel vragen over. Wij, wij willen onze belasting met Bitcoin afrekenen. En ja, daar, ga, cool. da, daar gaan wij onze inwoners in tegemoetkomen. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, zoek, zoek is al, uh, Crypto Valley natuurlijk, ik ben er zelf ook wel eens geweest, ook gewoon eigenlijk een soort, uh, ja een stadje, maar waar, waar heel veel van die bedrijfjes bij elkaar zitten. Of dat nou brokers zijn, exchanges, fondsen, of custodians, of advocaten, zeg maar, iedereen uh, ja, klont dat daar samen als een soort uh, crypto hubje. En het um, merendeel van de borrels vindt wel plaats trouwens in, in, in Zurich, wat dan uh, relatief dichtbij is. Maar uh, nou ja, zo, zo zet Zwitserland zichzelf wel uh, weer op de kaart, zeg maar. Um, ja, je hebt ook bepaalde Nederlandse partijen die nu naar Zwitserland uh, vertrekken, hè? Ja, in ieder geval dat, dat in ieder geval onderzoeken, hè, zoals uh, nou, Get Bitter is dat, uh, ja. is, is, zeg maar, een van die. Uh, een van die uh, partijen die dat doen. En uh, ja, nou ja, goed. Uh. Ik, ben, ik ben stiekem wel benieuwd wat, uh, wat ze dan met die bitcoin gaan doen. Uh, in de zin van of zij direct bitcoin accepteren, of dat er weer een betaalprovider tussen zit, waardoor de bitcoin bij de betaalprovider belandt en de uh, gemeente gewoon hun uh, fiat geld krijgt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dat, dat gebeurt dus inderdaad. Dat is, zijn ja. even vergeten om oh, te melden. Oh, dat staat er, ja. Ik <laughs> zie het. Maar de Bitcoin Suisse, wat een uh, vrij bekende partij is, die, uh, die zet het voor de gemeente om in uh, ouderwetse Zwitserse Franken. Dus, ja, dus wat uh, het dan eigenlijk is, is Bitcoin Suisse is uh, de spekkoper van deze deal. Die hebben daar waarschijnlijk een beetje voor gelobbyd. Ja, de Bitcoin Suisse is ook die partij die bijvoorbeeld met die 65.000 winkeliers uh, slash webshops uh, een deal heeft gemaakt om daar uh, bitcoin als betaalmiddel te, ja. Ja, te, te accepteren. Dus uh, die, die, die zijn groen bezig uh, om uh, het netwerk aan, aan betalingen, in ieder geval iets waar wij eigenlijk niet, niet, niet echt mee bezig zijn in Nederland. Je hebt natuurlijk wel Arnhem waar je ja, tientallen Zeker. winkels hebt, maar... Uh, de vraag is altijd: wat is het volume dan uh, van, van dat soort uh, betalingen? Dus dat, dat, is, dat, dat zou ik dan willen weten. Hè? Kijk, je kunt wel uh, betaalpunten hebben, maar uh, ja, als je een paar tientjes uh, per maand uh, draait zeg maar, aan bitcoin-volume, dat, uh, dat, dat tikt nog niet aan natuurlijk. Maar goed. Nee, nou, dat zou, dat zou hier ook geen. Uh, ik geloof hier ook niet dat er uh, mensen met bitcoin tegelijk uh, naar de gemeentelijke belastingen gaan om het gezamenlijk in bitcoin te betalen of zo. Maar uh, ik, ja, ik vind het wel een leuke ontwikkeling dat er dus uh, overheidsorganen, in dit geval in Zwitserland, zeggen van: nou, kom maar op met je bitcoin betalingen, Wij zetten er iemand tussen en die gaat ja. het voor je regelen. En uh, ja, je kunt met bitcoin betalen. Ik denk dat dat een x aantal jaar geleden nog zo dat dat, dat een utopie was. Nee, precies. En ik denk ook dat dat hij, ja persoonlijk, natuurlijk, je wilt dat een grotere transactie. Maar ik denk dat dat bitcoin zich goed leent ook voor juist die kleinere bedragen, want daar heb je toch ook geen bank voor nodig? Waarom heb je daar nee. een, een bank voor nodig eigenlijk? Als wij... Wij gaan naar de kroeg, Robin. Eh, we gaan, weet ik veel, voor 40 euro bier drinken. Ieder 20 uh, piek. Uh, ja, dat kun je dan... Ja, goed, je kunt het via een tikkie doen dan. Maar je kunt ook zeggen... Oké, okay, we sturen elkaar een paar satjes. Uh, ja. Hè? Uh, en... Nou, daar gaat het ook wel naartoe, hè. Alleen, uh, we zijn nog lang niet zover dat... Kijk, jij en ik kunnen dat doen. Maar... Uh elke andere vriendengroep, bij wijze van spreken, waar ik mee op stap ga... die zeggen van, nou doe mij maar gewoon eurotjes. <laughs> en hey, eens, ik zelf eens. ook uh, betaal liever met mijn euro. Kijk, dat kan dan ook contant, Het wordt voor mij pas echt vervelend als die optie er niet meer is. Ik probeer hier en daar gewoon uh, contant geld te gebruiken om te betalen. Gewoon uit een soort van protest van... ja, je hoeft echt niet alles van me te weten bij de bank. Ah, zo, vanuit een stukje anonimiteit. Ja, want dat is eigenlijk waar het om draait. In de zin van, uh, met een banktransactie ben je gewoon... Ja, je koppelt je gegevens aan die transactie. En je moet toestemming vragen aan die bank. Van, joh, mag ik met mijn uh, pasje betalen aan iemand anders? En bij ons zal dat goed gaan. Maar als jij per ongeluk een Iraans paspoort had gehad... <laughs> dan ja. uh, stonden we... Dan wilde ik jou betalen. En dan mocht dat niet. En daar komt bitcoin in het spel, denk ik, voor mij. Ja, ja. Dus voor jou is privacy gewoon ook... Financiële privacy is voor jou ook een motivatie om met Bitcoin uh, te betalen. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, interessant. Uh, ik bedoel, natuurlijk. Ik denk, volgens mij was het Jameson Lop die deze week ook op Twitter zei: Van uh, privacy, dat dat wordt eens te meer, zeg maar, uh, een selling point voor uh, voor Bitcoin, omdat ja, met de opkomst van al die bankmunten. De, die centrale banken die denken van. hé, uh, hey, we hebben blockchain-technologie. Uh, daarmee kunnen we, zeg maar, alle transacties monitoren. in plaats van dat. Uh, ja, stomme of domme. Uh, tussen haakjes cashgeld. Uh, wat dus inderdaad. Anon anoniem is. <laughs> ja. ja, dat is voor hun een geheilige. gaal, natuurlijk ineens geworden. Ja, maar kijk, vergis je niet, dat gebeurt natuurlijk al. ook al nu. Zeg maar, nu zijn we, hebben we nog een optie voor contant geld. Ja. Maar ook uh, op het gebied van sancties. en andere gekkigheid. wordt er al regelmatig. Uh, besloten om iemands rekening af te sluiten. Een van de beste voorbeelden is natuurlijk Wikileaks, de klokkenluiders uh, uit Amerika, die tal van uh, ja, gevoelige informatie over de overheid hebben verspreid. Ja. Allemaal documenten die gewoon nou, tot nu toe allemaal klopten, voor zover ik weet. Uh, nou, die werden gewoon afgesloten, eh, mochten geen PayPal meer gebruiken, laat staan een normale bankrekening. En die gingen toen naar Bitcoin. En je ziet dat ook in bijvoorbeeld Hongkong en in China, is dat natuurlijk ook gewoon aan de gang. Dat er bepaalde partijen uh, worden afgesloten die tegen het regime zijn. Ja, kijk, en het zijn ook niet alleen de banken, hè, laten we wel wezen. Het zijn, oh uh, nee, nee, nee. Nee, maar het zijn bijvoorbeeld ook exchanges. Hè, en het zijn ja. ook uh, betaalproviders, zoals uh, Bitpay bijvoorbeeld. En exchanges. Ja, maar daar staat Bitcoin als... ook niet voor, hè? Kijk, we kiezen daar met z'n allen zelf voor om daar wel of niet te gaan handelen. Maar Bitcoin stelt ons in staat om daar niet voor te hoeven kiezen. Nee, eens, eens. Maar dan, dan zit je dus natuurlijk met het, met het, met het idee dat, dat, dat je heel veel moeite moet doen om, uh, bewijf, eh, om, om je privacy te waarborgen. Het wordt je gewoon heel ja. lastig gemaakt. Dat heeft die Jameson Lop ook wel, uh, die twittert daar regelmatig over. Dat, ja, maar dat uh, is ook precies wat er aan de hand is. Je, nou, jij bent eigenlijk verdacht, zeg maar, als je om je privacy uh, geeft, weet je wel. Dan, dan ben jij ja. eigenlijk verdacht, hè? He, dus oh, dat is gewoon bullshit, want het is gewoon een recht. Je mag je gordijnen dicht doen en ik mag praten met wie ik wil, volgens mij. En uh, waarom zou ik dan niet uh, aan mensen mogen betalen zonder dat iemand zegt van ja, dat mag ja of nee? Nou ja, goed, dat, 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 daar verschillen de, de, de meningen over natuurlijk. Uh, dat, 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 dat uh, sommige mensen zeggen, nou ja, kijk, uh, ik vertrouw de overheid. Uh, en uh, de overheid heeft het beste met me voor. Nou, maar ja, maar die groep heb je ook. Zeker. Stel dat je zeg maar, zegt, van nou, ik vertrouw Rutte. En iedereen die daar werkt, vertrouw ik. Stel dat dat zo is. Vervolgens ben je twee verkiezingen verder, maar heb je uh, de mensen die je vertrouwt een x aantal toezeggingen gedaan. En Dingen geven van, nou, je mag met dit en dit in de gaten houden, zus en zo. Maar twee verkiezingen later zit er iemand die jou niet mag en jij hem niet mag. Dan krijg je gewoon een hele vervelende situatie. Dus het argument ja. van, ja, ik vind de overheid wel prima, dat gaat niet echt op, want die verandert constant. Ja, eens, eens. Ja, de, de, de overheid is wat dat betreft uh, ja, is zeer voorhandelijk en uh, zeer korte termijn ook. Uh, dus daar, daar kun je op de lange termijn niet, uh, niet uh, van op aan. Terwijl bitcoin juist die low time preference is, zeg maar lange termijn denken. Hè, dus ja. niet, niet korte termijn behoefte bevredigen. Nee, gewoon lange termijn uh, low time preference, behoefte uitstellen. Uh... Dan hoef je niet als een monnik te gaan leven, althans ik doe dat niet. <laughs> nee, nee oké. Okay, maar daar kun je de keuzes aan maken hè, door bepaalde dingen te zeggen. Oké, okay, uh, qua investeringen zitten we zit, zit, zit ik er bijvoorbeeld voor de lange termijn in. Dat betekent dat je niet per se in in, 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 in kleine assets snel winst hoeft te maken. Dat, dat je gewoon kijkt van oké, okay, wat heeft nou lange termijn echt substantie, zeg maar? Waar, waar heb je wat aan? Uh, waar hebben je kinderen wat aan? Of andere ja. mensen in je omgeving. Kijk, nou, en dat... Jij bent natuurlijk al uh, huiseigenaar bijvoorbeeld. Als je dat helemaal op orde hebt, dan is uh, uitkijken naar bijvoorbeeld een bitcoin of een goudstapeltje uh, is helemaal niet zo gek. Eens. Eens. Nee, dus uh, daarom. Dus het uh, is nou ja, dus geen financieel advies, uh, mensen, maar. Uh, uh, nou, ja, nu we het toch over politiek hebben, we hebben een van de uh, bekendere genomineerden voor de Democratische Partij. Dat is Andrew Yang, um, uh, uh, ja, een, een bekende In Amerika, politicus. Uh, Democratische Partij. Democratische Partij, inderdaad. Uh, en hij uh, heeft wat uitspraken gedaan uh, over Bitcoin. Eigenlijk geeft hij aan, nou ja, Bitcoin is gewoon niet te, uh, niet te verbieden. Nou, dat is op zich niet echt nieuws, maar goed. Hij zegt wel er er meer uh, of er moeten duidelijke regels komen uh, wat nou een bitcoin is, hoe het, uh, hoe het ook getekst, hoe het belast wordt, etc. Uh, er zijn wel eigenlijk alle verschillende definities die alle de verschillende autoriteiten: uh, uh, hè, of het nou een toezichthouder is op, op, op de commodity uh, de belastingdienst of de, degene die de licenties verstrekt. Uh, nou daar moet de eenduidigheid in komen. Dat is een van zijn uh, pleidooien uh, van deze genomineerden. Ja, kijk, het, nou, hij is nog niet genomineerd, toch? Uh, nou, hij is officieel Kandidaat. dan inderdaad uh, een van de kandidaten voor de voorverkiezingen, zo moet ik het zeggen. Yes. Ja, kijk, um, dit is, hij maakt dit natuurlijk gewoon gebruik van uh, voor zijn campagne. In de zin van uh, hij is best wel groot op het internet. Hij krijgt uh, nu wel steeds meer aandacht, geloof ik. Ook wel bij de traditionele talkshows en zo daar. Mm -hmm. Maar hij, zijn movement komt echt vanuit uh, de interwebs. Ja, en daar scoort dit natuurlijk gewoon goed. Ja. Ik denk, uh, kijk, hij, wil, hij is ook aan het werken aan een uh, universeel basisinkomen. Aan dat plan. dus dat ieder, elke Amerikaan, een x-bedrag per maand gestort krijgt. Een UBI. Dat is wat anders dan uh, een Bitcoin-wereld. Dus dit is, uh, hij ziet, hoe moet ik het goed zeggen. Bitcoiners kunnen nu wel op de banken gaan staan, maar het is niet zo dat als hij in office komt, zou komen, dat dan Bitcoin in één keer een vlucht gaat krijgen in hoe het in Amerika behandeld wordt. Waar hij voor pleit is gewoon duidelijke regels, waar wij in Europa natuurlijk nu ook druk mee bezig zijn. En daar pleit hij ook voor. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat er nu dus een presidentsrace is in Amerika. En Bitcoin is daar blijkbaar dus een van de talking points. Dat is wel leuk, denk ik. Ja, dat is een totaal uh, andere wereld dan een paar jaar geleden. Je kunt zeggen dat misschien zelfs door, door, door Libra of zo... Hè, is het vorig jaar toch wel echt uh, tussen de oren gekomen... van beleidsmakers en politici. Dus uh, het uh, nah, yeah. is, is inderdaad wel uh, uh, interessant. Nah, yeah. Goed, hier in Nederland hebben we natuurlijk ook een nieuwe regelgeving... die er aankomt. En we hebben natuurlijk volgend jaar verkiezingen in maart... Uh, dat is nog heel ver weg. Uh, maar goed, er zijn, zoals het nu eruit ziet, weinig uh, 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 politici hier in Nederland die, uh, die in ieder geval uh, hier in het openbaar voor pleiten, zeg maar, als ik het zo zeggen. Ja, He? ik denk niet dat ze. Uh, ik weet niet welke partij campagne gaat voeren met Bitcoin ergens in hun uh, programma. Maar ja, je weet het niet. Als het, uh, dan zijn we toch weer een jaartje verder. Stel dat het goed scoort uh, in Amerika, dan weet je niet uh, wat mensen gaan roepen, natuurlijk. Ja, nee, ik denk dat Yang zeg maar wel uh, gewoon uh, ja, mensen wil aanspreken, uh, investeerders, uh, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk de complete bitcoin slash blockchain achterban, zeg maar, die industrie daar. En die is toch uh, ja, ook in opkomst, die is ook gewoon aan het groeien. Er daar daar werken ook tienduizenden mensen inmiddels in, in die industrie. En het zijn natuurlijk allemaal uh, potentiële kiezers. Dus uh, het is ook uh, een strategie, inderdaad. Um, nou, laat, laten we inderdaad afsluiten met het coronavirus. Ja, we, kom, we ontkomen er <laughs> ook niet aan. Ook niet in de Lekker like inleiding. <laughs> <laughs> uh, want ja, een soort stukje internationale uh, 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 politiek, zeg maar. China, die. Uh, nou, we weten dat een aantal, in ieder geval die miljoenen stad Wuhan, dat is echt een spookstad geworden. Hè? Er waren 11 miljoen inwoners. Nou, je liet een filmpje zien bij ons op de redactie. dat uh, ja, er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Ja, het het lijkt tevies. echt op die film uh, I Am Legend. Eén iemand en een hond nog uh, in de wereld. Daar leek het een beetje op daar. Echt uh, postapocalyptische beelden in de zin van gewoon niemand op straat, nergens niet. Ja, en en dat... uh, ja, de, er is dan dus een uh, discussie gaande in de zin van een gesprek gaande. Over heeft dit, hebben dit soort dingen nou invloed op de bitcoin koers, ja of nee? Ja, en sommigen zeggen nou, kijk, bitcoin moet je gewoon puur technisch bekijken. De bitcoin moet je gewoon puur naar de technische analyse kijken. Hoe, hoe, hè, hoe, hoe zit het met de indicatoren, et cetera. Nou, anderen zeggen. Dat is niks nou, ja, voor mij. <laughs> anderen zeggen, je hebt fundamenteel. Er zijn fundamenteel dingen die, die hè, fundamenteel wil zeggen dat er ook gewoon nieuws, feitjes en gebeurtenissen invloed kunnen hebben op, uh, op de prijs. Nou, da, daar geloof ik wel meer in, omdat. Uh, kijk. Ook al is het niet gecorreleerd aan, aan de wereldeconomie, uh, het, 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 het heeft denk ik uh, wel te maken met vertrouwen zeg maar, van beleggers. Uh, nou, in dit geval, de Chinese economie, wordt hierdoor geraakt. Uh, je krijgt gewoon onzekerheid. Uh, uh, ook, je zag ook al dat uh, uh, de aandelen in China, zeg maar in de Hongkong beurs ging, ook 3%. 3% uh, dat is nog niet super. maar het vertrouwen zeg maar van de Chinese maar de Chinese investeerders uh, die uh, die daalt dan ook en die willen dan ook misschien naar, een, naar andere assets kijken Hè? en ja. en dan dan komt goud en bitcoin wel en je ziet toch dat er toch een soort op er was toch een soort van relatie net zoals in toen met uh, vs versus Iran dat uh, na die droneaanval uh, zag je toch ook even zo'n knikje omhoog ja, maar de vraag is dan uh, waar dat geld vandaan komt. Hè? In de zin van, zijn dat beleggers die al met bitcoin bezig waren en anticiperen die op het nieuws? Of zijn, is het echt een influx aan nieuwe mensen uit China, bij wijze van spreken, die zoiets hebben van... ...oh, ik moet nu bitcoin hebben. Dat is, een beetje, dat is altijd een beetje... Uh... Ja, het kan allebei. Hè? De, dus de vraag neemt gewoon toe van, van, van bestaande kopers die misschien inderdaad een stukje... In de zin van die willen de markt misschien een stukje meehelpen, zeg maar. In de zin van: Je hebt natuurlijk speculanten die juist dit nieuws inderdaad aangrijpen. Om te zeggen: Oké, dan stop ik er nu even wat extra in. Zodat anderen juist ook gaan instappen. Een beetje dat FOMO-gevoel krijgen. Waardoor die prijs nog verder gaat stijgen. Dus daar zit, denk ik. Het is denk ik een combinatie van. Ja, nou kijk, ik zou niet de conclusie trekken dat het hierdoor komt in de zin van het kan er wel mee te maken hebben, hmm. maar Bitcoin heeft ook va vaak zat rare sprongen gemaakt zonder dat er groot wereldnieuws was over een nieuwe epidemie of een of andere uh, bombardement ergens of zo. Dus ja. soms uh, kunnen die dingen ook samenvallen zonder dat ze met elkaar te maken hebben. Kijk en... wat ik wel denk is dat nieuws invloed heeft op welke prijs, uh, beleggingsprijs dan ook. Want als, uh, als een wereldleider morgen uh, opent met: hey, ik heb uh, 100 Bitcoin gekocht dit Is echt baas dan reageert de prijs dat dat daar zijn we het met z'n allen wel over eens, denk ik. Ja, ja, je zag bij Libra ook toch. Ik bedoel dat 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 dat, 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 dat trad ook gewoon een nieuwseffect op, dus in die zin uh, ja, door het puur technisch te bekijken. Ik kijk, de technische in de koorden, het zijn heel erg bruikbaar, natuurlijk, om om een soort van uh, grip te krijgen op de. Op de koers, het zijn geen voorspellingen, maar het is in ieder geval grip krijgen wat gaat de koers gaat doen. Daar kun je dan op anticiperen door, door daarin te handelen. Maar um, nou ja, dit, dit, en, nou ja, het is ook lastig aan te geven wat nou precies het heeft, denk ik, allebei uh, zo. Uh, soms komt dat samen, soms werkt het elkaar tegen misschien. Dus dat, dat, dat is sowieso heel lastig. Um, kijk, want er wordt nu bijvoorbeeld heel veel verwacht van de helvening ja je kunt je erbij kijk het prijseffect bij een helfening treedt niet per se die treedt in principe historisch gezien niet op in hetzelfde jaar dat is vaak pas uh, het jaar daarna dat hebben we in 2016... Ja, vaak het is twee keer gebeurd met één keer echt een volwassen neurale markt nee het... eens eens het is glad Wat... ijs, weet ik uh, maar uh, als we even toch even kijken naar 2016 de vorige helfening toen uh, kwam die pump, zeg maar, pas in 2017. Dus uh, we, we, we moeten ook altijd rekening blijven houden met het scenario. Dat, dat, gewoon dit, dat dit gewoon ook een flat year blijft, waarin bijvoorbeeld regulering uh, wel, denk ik, echt een belangrijk item blijft. Want ik, uh, ik geloof wel dat, dat zeg maar de, de handel voor bitcoin. Ja, die, die, die wordt nu dit jaar echt. Uh, in cement gegoten, zeg maar in, in, nieuwe, in nieuwe wetten. Uh, en dat, dat, ja, dat kan ook nog zeker markteffecten hebben. Ja, sowieso. Kijk, ik denk dat je met de halving uh, ja, alles valt of staat, gewoon met wat er met de Bitcoin-prijs gebeurt, überhaupt. En wat miners, die de Bitcoin dan ontvangen, daarmee gaan doen. Gaan zij dat op de markt brengen? Uh, potten ze het op? Is het een combinatie van beide? Waarschijnlijk wel. Uh, en daar. Dan kunnen we pas zien wat er gaat gebeuren met de markt. Want het hangt van zoveel factoren af. Kijk, wat wel zo is, is dat gewoon um, de helving zorgt ervoor dat er minder nieuwe Bitcoin elke 10 minuten op de markt komt. Dat is een feit. En je ziet ook dat er steeds meer Bitcoin niet beweegt. Op de... Gewoon dat er mm -hmm. al langer dan een jaar een x aantal Bitcoin vaststaan. Uit mijn hoofd was het 12 miljoen Bitcoin, maar dat weet ik even niet meer. Het waren in ieder geval rond, rond zo'n aantal die al een jaar niet meer bewogen. Ja. Dus de. Er komt minder Bitcoin op de markt, überhaupt dat beweegt. Laat ja, meer dan, staan, dan, meer, uh, meer dan de helft. Voor de spotprijs op de beurzen, ja, zeg maar meer dan de helft van, van de, de Bitcoin die er nog is uh, en dan, dan uh, die, die, die beweegt die niet meer, zeg maar. Ja, die er al zijn bedoel je. Ja, precies. Nou ja, inderdaad. En uh, kijk, er zitten ook nog wel een paar lijken in de kast, want je hebt nog altijd bijvoorbeeld Dus. Die zaak is nog niet helemaal afgerond. Je hebt nog altijd het onderzoek van de CFTC naar uh, Bitmax. Wat een hele belangrijke beurs is. Daar, daar hoor je ook de laatste tijd heel weinig uh, meer van. Maar dat zijn wel van die potentiële. ja, we hebben het onderzoek naar Bitfinex. Dat is ook best wel een belangrijke partij in de markt. Dus je hebt potentiële tijd. Ik wil niet veel fut uh, creëren, maar je hebt wel een paar uh, tijd. Misschien wat, 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 wat tijdbommetjes nog onder de markt. Uh, en dat hebben we natuurlijk ook in 2000, uh, ja, 2018, met name ook gezien. Dat, dat, dan, uh, dat dan de prijs uh, nog behoorlijk uh, kan dalen. Dus. Uh, anyways, uh, never a dull moment. Uh, ik vond het gezellig, Robin. Yes. En uh, nou, tot de volgende keer. Ga naar Bitcoinmagazine.nl voor het laatste nieuws. En. Uh, ja, kom ook eens gezellig in onze Telegram-groep. Uh, en elke goedemorgen Bitcoin, uh, elke ochtend staat sowieso een linkje daar naartoe. Uh, en uh, nou, tot de volgende keer. Yes, thanks voor het luisteren. En uh, vergeet vooral niet even te volgen als je het leuk vond. Thanks. Later.